Samus uit Metroid is misschien wel de meest mysterieuze held van Nintendo. Maar wie is zij nou en welke avonturen heeft zij allemaal al meegemaakt voordat zij begint aan Samus Returns? Een remake van een Game Boy game uit 1991. We lullen je in een rap tempo even bij. Samus is een premiejager die jaagt op de levensgevaarlijke buitenaardse parasieten genaamd Metroids. Haar ouders zijn gedood door ruimtepiraat Ridley en Samus is opgevoed door de Chozo. Een eeuwenoud ras dat inmiddels is uitgestorven, maar veel van hun technologie bestaat nog. Onder andere in het pak van Samus. Haar eerste avontuur was in de jaren 80, toen Metroid uitkwam voor de NES en we kennis maakten met de unieke structuur van de game waarin je verschillende routes kunt nemen om de game uit te spelen en nieuwe moves en krachten moet ontlokken om op nieuwe plekken te komen. Inmiddels heeft dat genre de naam Metroidvania, ook omdat de game Castlevania eenzelfde structuur had. In de eerste Metroid kom je er ook pas later achter dat Samus een vrouw is, een van de meest besproken plot twists ooit. In 1991 kwam Metroid 2 Return of Samus uit, op de Game Boy, waarin Samus naar de thuisplaneet van de Metroids reist om ze eens en voor altijd af te maken. De Game Boy had alleen wat beperkte technische capaciteiten en de game pakte nogal lineair uit, iets wat mogelijk verbeterd wordt in de vrije remake die deze week uitkomt op de 3DS. Maar toen kwam in 1994 Super Metroid uit, op de SNES. Met een veel grotere speelwereld, gevarieerde omgevingen, ontelbare gangen, nieuwe moves en flink wat spektakel. Voor veel gamers reden om Super Metroid te zien als een van de beste games ooit. Daarom was het redelijk frustrerend voor de fans dat ze lang moesten wachten op een vervolg. Pas in 2002 kwam Metroid Prime uit, op de GameCube. En Metroid Fusion voor de Game Boy Advance. Metroid Fusion was geen groot succes vanwege de standaard missiestructuur en het gemis van de toffe exploratie. Maar Metroid Prime op de GameCube was wel een pareltje. Voor het eerst konden we in first-person mode in 3D met Samus aan de slag, op Talon 4, een Chozo-planeet met enorm gevarieerde omgevingen. De exploratie was als vanouds en Metroid Prime was een puiken game. Door de enorme populariteit van Prime kregen we daarna een stortvloed aan Metroid games. Echoes voor de GameCube, Corruption voor de Wii en daarnaast de complete Prime-trilogie in één bundel naar de Wii. Er kwam een remake van de eerste Metroid, Zero Mission, op de Game Boy Advance en op de Nintendo DS kwamen de spin-offs Metroid Prime Pinball en het actiegeoriënteerde Metroid Prime Hunters. In 2010 werd Metroid Other M voor de Wii uitgebracht, maar die werd door het warrige verhaal en de wisselvallige gameplay niet echt gewaardeerd door de fans. Daarna werd het stil. Tot vorig jaar, toen Metroid Prime Federation Force uitkwam op de 3DS. Maar ook dat was geen succes. De game verkoos namelijk multiplayer shootouts boven verkenningstochten en ook Samus zelf was bijna nergens te bekennen. Het leek het nekschot voor de serie. Maar dit jaar, tijdens de E3, hadden fans eindelijk weer reden tot juichen. Want Nintendo blies vol overtuiging nieuw leven in de reeks door niet één, maar twee nieuwe Metroid games aan te kondigen. Metroid Prime 4, die in 2018 of 2019 op de Switch uit moet komen met Samus in 3D. En dus kunnen gamers eindelijk weer prachtige 3D-omgevingen verkennen met Samus. En deze keer op de Switch. In de tussentijd worden we zoet gehouden met Metroid Samus Returns. Een 3DS remake van de Game Boy game die flink op de schop is genomen door het Spaanse Mercury Steam. Waarin we teruggaan naar de klassieke Metroid gameplay. Waar omgevingen verkennen, nieuwe wegen openen en het jagen op Metroid de boventoon voert. En dat is 15 september al, dus we kunnen eindelijk weer aan de slag met Samus Aran. Nu op de 3DS.